horen vandaag begeleiden. Ja, dat klopt. Nou, zijn eerste schooldag. Het was een beetje moeilijk. Ja, ik zag het. Wat vindt u daar nou van? Ik vind toch wel dat ze even iets makkelijker moeten maken. Hoor. Ja, inderdaad. Nou, laten we hopen dat de rest van de dag wat soepeler verloopt. Ja, die botten van mij ook al niet meer. Hè? Nee? Gaat u nooit met de roltrap? Nee, nee. Oh, wat vervelend. Ik heb een huis. Gelijkvloers. Oh ja. Ik kan dat ook niet. Nee. Ik heb een klein beetje slechter been. Ja, ik zie het. Nou, we gaan nu even een hapje doen in de kantine, hè, voordat de echte lessen weer beginnen. Ja. Zo, waren de kantines vroeger ook zo groot, meneer Naaktgeboren? Nee. Vroeger zaten wij even buiten, even bij de deur, even snel een hapje naar binnen werken en met de andere hand gewoon schrijven en eten. Dus de tijden zijn veranderd? De tijden zijn heel erg veranderd. Zeg, waar is mijn boterham? Die zit in de tas, meneer. Ik heb gevraagd voor boterham met kaas. Met kaas? Ja. Nou, kijkt u eens? Met kaas? Ja. Zal ik uw tas weer even dicht doen? Ja. Zo, zelf meegebrachte boterhammen. Ja. Ik heb er niet zoveel zin in. Niet mee? Nee. Nou, misschien heb je er later nog zin in, hè? Ja. Zeg, waar moeten wij nu heen? We moeten zo naar de les. Naar het computerlokaal, inderdaad. Computer! Weet u wat dat is? Ik heb het gezien. Wat gaan we nu doen als ik vragen mag? Wat gaan we daar doen? Wat we daar gaan doen, dat weet alleen de docent. Oh, we gaan een toets maken. Oh. Op de computer. Zo, meneer Naaktgebo, we zijn nu op de vierde verdieping. Ja. Wat gaan we doen als ik vragen mag? Wat gaan we doen? We gaan een toets maken, meneer. Op de computer, weet u nog? Ja, ik weet het nog. Dat zei die man. Die man van het ministerie of zo. Ja. Heeft u er zin in? Dat. Ik weet niet wat ik moet doen. En gaat u hem helpen? Ik heb geen computer. Ja. Oké, nou, laten we opgaan naar de computers. Ja. Zo, meneer Naaktgeboren, hier zijn we dan bij de computers. Ja. Heeft u thuis ook een computer? Nee. Ik heb het wel ook weer op het nieuws gezien. Een foto. Oké, en weet u wat u allemaal met de computer kan doen? Ja, toetsen maken. Heeft u wel eens gehoord van internet? Internet? Ja, mijn kleinzoon doet dat. Oh, oké. Ja, het is zijn hobby, zegt hij. Hobby. Veel succes met het maken van die toets. Ik kom zo bij u terug. Dank je wel. Zo. Oké. Herken je het al, meneer? Ja, ik heb het wel eens gezien, Maar de stel hebben we nog even moeten wachten. Zullen we jas alvast uit gaan doen? Ja.
Heb jij mijn broodje er alweer in gedaan? Ja, die zit erin. Oké, want die hoefde ik net niet. Nee, dat zei je. Nee. Helaas. Moet u even uw jas openritsen? Het is hier wel koud. Het is hier wel koud. Ja, ik denk, ja, ik denk het wel. Ja, ja. Zeker. Ja. Ik, goed. Oh, ik zie dit niet zo goed. Nee, het zijn kleine lettertjes, hè, meneer, naaktgeboren. Ja. Kijk, wat handig. Oh, ja. Oké. Kunt u de letters lezen? Ja. Wat moet ik nou doen? Nou, straks als de computer opgestart is, dan kunnen we de toets gaan openen. Die staat hierin opgeslagen. Oké. Okay. En dan kunt u straks op de aan. Aan, ja, hij is aan. Toets aan. Ik moet hier op drukken. Oh. Toets aan. Oeh, oeh. Ik denk dat ik het weet. Goed zo, meneer Naaktgeboren. Zo, meneer Naaktgeboren. Heeft u het al een beetje om de knie? Bijna, wacht. Kunt u het lezen? En aan. Doet hij het? Please wait, staat er. Kent u een beetje Engels? Ja. Ja. Ja? Ik denk dat ik het ook op het nieuws heb gehoord. Zo, meneer, naaktgeboren. Uw dag zit erop. Ja. Hoe heeft u uw eerste lesdag ervaren? Ik ben er klaar mee. Kutbezuinigingen.